President Desi Bouterse is gistermiddag omstandig ingegaan op de vele vragen en opmerkingen van DNA-leden. Ten aanzien van de vragen van het lid Mahinder Yogi over de verkoop van de gebouwen van de ambassade in Parijs, zei het staatshoofd dat de zaken zijn aangekocht, dus de stukken moeten te vinden zijn. De zaken gaan verkocht worden, dus ook dat zal... Wat zijn de stuk? Duikjes, dit stuk, maar het gaat erom van, ik krijg het gevoel alsof we denken dat we er politiek mee gaan scoren. Als zaken niet goed zijn, dan zullen we het zien uit de stukken. Andere zaak, laat mij u dit zeggen. Voorzitter, dan wil ik even ingaan op de kwestie van de asfaltplan. De verantwoordelijke minister geeft aan dat hij een idee heeft en dat idee gaat resulteren in versneld een aantal infrastructurele werken uit te voeren. De grote zaken van Dalian 70 en Dalian 4 weten we wat er gaat gebeuren met highway en noem maar op. Dat is on the go. Huizen, ziekenhuis, de hele Santa Macaran. Hij zegt, als ik zo een plan bestel, kost het mij zoveel. Het is hier, als ik het voor zoveel koop, ik zeg, wat gaat het land besparen? Dat wil ik horen. Want voorzitter, ik weet niet waar je die schroef aan moet draaien of waar je die schroef uit moet draaien. 30 miljoen gaan we besparen. Ik zeg, als het uitvoerbaar technisch en legt de zaken voor, dan koopt u het. Als u het niet wil kopen, dan koopt u het niet. Ik ben geen OW. En we door willen timmeren, willen tamboureren. Want alles wat we aanpakken, schijnt dan corruptie te zijn. President Bouterse gistermiddag in het parlement. Het staatshoofd verliet daarna de vergaderzaal. Volgens hem kon hij om persoonlijke redenen niet meer in de vergadering blijven. Vicepresident Ashwin Adin vroeg toen om een schorsing. Samen met de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, Jerry Miranda, boog hij zich over de kwestie aankoop asfaltplant. Daarna vroeg minister Miranda de vicepresident de missieve voor de aankoop van de asfaltplant aan te houden. Miranda zegt dat hij achter de asfaltplant staat, maar na zoveel inzichten en discussies toch besloten is deze zaak aan te houden.